gewoon heel langzaam gaan rijden, ja? Dat heel mooi doen. Want vanaf deze catfight zijn we niet meer met z'n tweeën, maar... Hem, lieve meiden! Zal ik je wat vertellen? Nou. Vanaf nu ga ik jullie alle opdrachten geven en beoordelen! Oh, no. Nou, ik heb iets heel leuks voor jullie, geloof me. Zijn jullie klaar voor de opdracht? Ja, zeker! Ik heb nou een hele leuke opdracht. Jullie krijgen van mij alle twee dit leuke kistje. Dus zeggen, wat is het voor kistje? Het is een beauty case, dames, want jullie gaan straks 3 rondjes circuit rijden, maar, lieve meiden, jullie gaan dit lookje nabootsen. Dus er zit een eyeliner in, een mascara, een strak wenkbrauwtje. We willen echt dat deze look het wordt. En degene die het meest lijkt op Dex, die wint. En let wel, de chauffeurs zullen net iets wat harder rijden als jullie normaal naar jullie werk gaan. Succes! En ik hoop dat jullie veilig thuis komen. Niet echt een tactiek of zo, want ik moet zeggen dat ik me heel vaak in de auto opmaak, maar dan rijd ik zelf in de file even tussendoor of voor het stoplicht. Maar nu ga je natuurlijk echt met 130 door de bocht. Jongens, dit is de hel. Ik heb en een gebroken vinger en ik kan helemaal niet make-uppen. Oké, meiden, zijn jullie er klaar voor? Nee! Jawel! Alsjeblieft! Heel veel succes! Ja. Deze keer denk ik niet, ik wil winnen of zo. Ik denk alleen maar, laten we alle twee alsjeblieft blijven leven. Be safe, Bibi. Be safe. Daar gaat. Later. Bye bye. Hallo, safe. Ik ben heel benieuwd wie er gaat winnen. Ik ga gewoon alvast even beginnen. Nou, ik begin vast. Maar je hebt het ook van nog een. Ik dacht, je gaat gelijk vol gas. Nee, dat is weer slecht, dus we mogen nog niet. Oeps, sorry Liz. Ik heb er als mijn lippenstift op gedaan. Ja, klaar voor? Yes. Let's go! Bochtje! Ah, super vet. Ik vind het echt heel vet. Hier, die Bibi is gewoon helemaal relaxed. Oh my lord. Ik wil het echt kicken. Ik ben er niet van overtuigd. Hou er gewoon rekening mee dat als hij gaat schakelen, dan ga je zo. Dus dan moet je heel even stoppen. Oh, wat een gier dit. Je kan het. Highlight. Oh, ze is echt ziek. Ik zie het aan haar. Hoe gaat het? Het lijkt wel of je een heel lekker weekend hebt gehad, zo zie je eruit. Oh mijn god. Kom maar. Nou, maar je ziet er wel, nou eerlijk is eerlijk, je ziet er heerlijk uit. Mooi zie je eruit. Maar echt, ja, als een goedkope hoer. Ja, hè? Beeldig. Nou jongens, ik ben al lang blij dat ik mijn eigen gezicht niet heb ondergekotst. Dit is zo heftig. Die make-up vloog door die hele auto heen. En hij vroeg alleen maar, vind je het leuk? Jij hebt een grote mond, jij hebt een mondje, dat kan ik niet doen. Ik ga echt met een mondje. Ja, ik draag het uit. Ja, wat? Nee, ik ga echt niet in de make-up in een jawel auto.
Nee, ik ga geen ogenschaduw op. Dat staat er niet bij. Ik doe wel een lippenstift. Oh, maar mascara. Ja, dat heb je toch al op, joh. Dat maakt niet uit. Lieve Fred. Het komt allemaal goed. Adem in. Adem uit. Please, maak hem af. Ja. Ik zit niet. Jongens, ik vind serieus de bobsleebaan in de Efteling al eng. Ja, wat daar ook. Ga hier gewoon heel langzaam gaan rijden, ja? Heel mooi dit. Oh mijn god, ik ben zo fucking benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen. Ik doe alsof ik het niet eng vind. En dat blijf ik ook gewoon zo lekker doen. Maar ondertussen schijnt ik 7 uur als dan. Oké, het is goed zo. Het is goed zo. Het is goed zo. Hoe lang duurt dit rondje nog? Oh mijn god, wat een ellende. Ik heb die paukenmascara niet eens open kunnen krijgen. Nee, je hebt je zonnebril op, Pietje. Fred. Ja? Het ziet eruit. Ja. Nee, lekker dan. Dit is mijn vuurdoos. Sowieso. Het is natuurlijk, ik heb het ook ervaren, het is ongelooflijk moeilijk. Want ik heb niet eens die mascara, ik was niet eens aan mascara toegekomen. Lissie, laat ik met jou beginnen. De kleuren kloppen. Ja. Ja, en dat vind ik ook, want je hebt wel die kleur hier gebruikt. En ik moet wel even erbij zeggen, die ene wimper die waaide gewoon door de snelheid. Ik had er 2. Zeg het tegen iemand die het wel wat kan schelen. Maar het is wel niet zo zeer binnen de lijntjes gebleven. Nou, dank je. Bibi. Ja, de handen inderdaad. Nee, maar het zit binnen de lijntjes. Het is ook nog wel een soort van keurig. Je hebt 2 wimpers op, Liz. 2. Ja, het lijkt wel. Wat ik wel jammer vind bij Bibi is dat ze 1 kleur blauw heeft gebruikt. Ja, vind ik ook. En zilver, en rouge, en... Ja, oh ja! En je hebt nog een shimmertje! Kijk naar. Ja, maar dat zie je bij jou niet. Nee, sorry. maar nu moet ik dus... Ja, ik ben heel erg van het... Ik pak mijn spullen wel. Lieve Lissie. Mag ik mijn wimpers aflaten? Lieve Bibi, degene die gewonnen heeft is... Maar met 1 puntje maar hoor, 1 puntje verschil, is het... Bibi! Ja, gefeliciteerd! Nou, dat is erger. Ik ben er klaar mee, die wimpers. Wat hebben die lippen allemaal gedaan in die 40 jaar? Hoezo 40? Zeg het niet. 20 jaar! Nou jongens, wij vinden het heel erg leuk dat Fred erbij is. Ik weet niet of hij het zelf zo leuk vindt. Maar vonden jullie dit nou een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op dit kanaal natuurlijk. Dan zien we je snel weer. Daar gaat! Doei!